De politie heeft bij een inval in een voormalig café in Eindhoven 16 mensen opgepakt. Ze waren illegaal aan het gokken. Met flink machtsvertoon viel de politie het illegale gokhuis binnen. Een graafmachine zou zijn gebruikt om de deur te forceren. Mannen met dure auto's en Duits kenteken kwamen er vaak, zeggen buren, die al langer vermoeden dat er iets niet klopte in het pand. Het café is gesloten, maar buurbewoners zagen hier toch regelmatig mensen naar binnen gaan met zakken en met tassen. En dat vonden ze wel vreemd. Gisteravond was er dus die inval. Eén voor één werden de verdachten naar buiten geleid, gefouilleerd, hun gegevens werden genoteerd, hun mondkapje moest af, want ze moesten op de foto worden gezet en ze werden afgevoerd richting het politiebureau. Het pand heeft een slechte reputatie in de buurt. In het verleden zat er een stripclub en een sisha lounge. Voor de deur van die lounge ontplofte drie jaar geleden een granaat. De politie wil niet veel zeggen over de inval, wel dat er grote sommen geld in beslag zijn genomen. Van de 16 aangehouden mensen uit Nederland en Duitsland zijn er 13 weer op vrije voeten. Ik sprak net met een van de verdachten. Die kwam hier zijn geparkeerde auto ophalen. Hij had de nacht op het politiebureau doorgebracht. Hij ontkent dat er sprake was van een illegaal gokhuis. Hij zegt dat ze gewoon zaten thee te drinken. Maar volgens de politie zijn ook de vrijgelaten mannen nog altijd verdacht.